goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Kan ik een keer weer zeggen? Ja, zoals je aan mijn ogen ziet, ben ik echt net wakker. Net. Het is echt volgens mij 8 uur of zo. Dat is het jaloer de nieuwe tijd om 8 uur 's ochtends wakker worden en klaar wakker zijn. Jaloer roept en schreeuwt me dat ik uit bed moet komen. Dus goed, ik ga opstaan en naar beneden. Wij gaan vandaag naar het Nijntje Museum voor het eerst met opa en oma. Dus dat gaat heel gezellig worden. Ik ga als eerst even de huisarts bellen, want ik heb een onderzoek vorige week gehad voor mijn ribben. En daar kan ik de uitslag van verwachten. Dus ik ga nu even snel bellen en dan zien jullie mij straks weer terug. Hallo allemaal, ik ben daar gewoon een Nijntje Museum. Hallo allemaal. De huisarts, maar ze zijn pas over 10 minuten weer beschikbaar. Dus ik ga nu naar beneden. Dan gaan we lekker ontbijten. En dan gaan we klaarmaken. Want het Nijntje Museum is trouwens in Utrecht. Dus dat is ook wel weer 1,5 uur reizen of zo vanaf hier. Dus goed. Jullie zien mij straks. Oké, ik kom beneden. En ik zie echt dat het super vies weer wordt. Dat is echt balen. Want dan moet ik daar doorheen met Lori. Ik kijk vanaf hier. Ik weet niet of jullie het zien. Ze hebben trouwens onze dingen vervangen. Dus nu kan je er doorheen kijken. Dat is wel handig. Je hoeft niet weer heel het raam open te doen. In ieder geval, het is echt super grauw. Maar goed, ik ga nu ontbijt maken. En dit wordt mijn ontbijt voor vandaag. Ik ga dit even voor mezelf maken. En voor Jaloer ga ik even een broodje chocopasta maken. Ons ontbijt is klaar. Ik heb voor Lori een broodje chocopasta gemaakt. En heb je zo honger? Hier, neem maar mee naar de bank. Zo, alsjeblieft. En voor mezelf de haverdrink. Havermoutdrink. Ik weet niet, ik noem het maar zo. Ik probeerde er een beetje honing op te doen. En een hartje ervan te maken, maar dat ging niet zo goed. Maar goed, dit ga ik opdrinken en ik ga nu de huisarts bellen, want het is alweer tijd. Ik had dus gisteren een salade gemaakt en die was zo goed gelukt. Wacht. Kijk. Wacht, de foto. Oh. Deze was zo goed gelukt. En het is gewoon helemaal gezond, hè. Er zit maïs, avocado, komkommer, tomaat in. Wat zit er nog meer in? Oh ja, bacon of gewoon spek, ontbijtspek. Kippendijfilet met kipkruiden. En dan doe je veldsla en nog een andere soort sla wat je erin wilt. En dan een naturel dressing eroverheen. En dan ben je helemaal klaar. En dit is echt, dat is heerlijk. De oven, de spek doe ik trouwens in de oven. 10 minuutjes. En de kippendijfilet gewoon even oppakken in de pan. En het was echt heerlijk. Yum. Zwaaien, dan mag je vloggen. Oké, wij zitten in de trein en we zijn onderweg naar Utrecht nu inmiddels. Ik kon tussendoor even niet filmen, want ik heb het toch weer voor elkaar gekregen om de haast te hebben. En we hebben reis gereserveerd voor 2 uur. We moeten ook nog een stukje met de bus, maar dat komt wel goed. Hebben we er zin in, Poekie? Ik ben echt benieuwd of zij het gaat volhouden, want zij heeft dus heel de dag niet geslapen voor de dag. Geen dutje gedaan. Het heeft te lezen. Ik krijg even advies over wat voor broodje ik het beste kan eten. Zo. Ik heb dus ook niet gelezen. In ieder geval, het is dus niet zo'n standaard museum, maar een museum echt wel met speeldingen en zo. En je betaalt dus wel, in ieder geval je reserveert in groepen. Omdat ze niet willen dat iedereen tegelijk naar binnen gaat. Maar als je eenmaal binnen bent, mag je gewoon binnen blijven. Dus ja, ik ga je volgens mij nog meenemen. Oké, wij zijn aangekomen op Utrecht Centraal. En ik heb lekker een broodje gekregen. Hummus, noten. Er zit van alles op, bieslook. Dus dat ga ik lekker opeten. Lori is hier en opa en oma staan daar. Ze zijn de cadeautjes van Lori in de trein vergeten. Zo zielig. Maar goed. Okay. Jongen. Dit is de bus. Dit kan toch niet? Oh, wat grappig. Ik kan het echt niet geloven.
Dat zijn kleine bussen, hè? Ja, daar lopen. Dit is echt een hele bijzondere bus. Ja. Ik dacht dat we zo eentje zouden hebben, maar we hebben de minibus. Ja. Okay. Zo kan ik ook filmen. Ik film mezelf in de kluis. Oma. Ik denk dat het oma. Oké, goed. Wij zijn binnen en we gaan lopen, denk ik. Echt wel leuk. En deze. Dat is echt te schattig. Wacht, ik ga even inzoomen. Ik weet niet wat ze denkt, maar... Ja, kom maar aan. Oké, okay, goed. Oké, ze is aan het koken. Nou, we gaan. Het is echt precies voor je leeftijd, hè? Wat is het hier? Het is wel heel erg mooi. Oh, ei ook nog. Zo. Nou, wat moet je eten? Goed zo. Kijk, er is een hand. Daar. Helemaal. Ook zijn mijn kast. Oh, wat leuk. Ik ga hem even kopen. Ja. Oh, een spons. Wat moet je met een spons? Ja, heel goed. Dokter, ga jij even lachen? Ja. Oh. En een beetje zalf op zijn wangetje smeren. Een beetje zalf op zijn wangetjes. Ja, goed zo. Dan moet hij weer snel bij. En nu de deken goed over hem heen zetten, hè? Ja, zo. Billen. 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 Oh, ga je tellen met deze bil? Ja, dat doen we altijd, hè? Zo. Ja. Ja. Nee, zo. Nee. 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 Een soort van een klein verkeertje. Het slagboom, hè? Super schattig. Ah, daar komt ze aan, hè? Ik ben ziek. Ja, mama even nakijken, dokter. Oké, okay, we zitten nu rustig en we zijn bij... Waar zijn we op? School! Goed zo! En Lori is een kleurplaat aan het maken en alle wasco's aan het laten vallen op de grond. Dit is een kleurplaat aan het inkleuren. Heel goed op, hè? Ja. Oké, okay, ik heb toch Dunkin' Donuts. Bij Centraal was die dicht, of in ieder geval, ik weet niet wat aan de hand was. En hier was die open, dus ik blij. En ik heb... deze genomen, maar die laat ik straks wel even zien. We gaan nu even nog wat eten voordat we de trein in gaan. En ik denk dat je Laura al gaat roepen wat ze wilt. Oké, okay, wij gaan lekker eten. Wat moet ik doen? Nog een keer luisteren naar je buikje? Alle kipnuggets zitten erin. Alle kipnuggets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hij zit in de trein. In mijn kleed. En opa en oma gaan een stukje mee. Gaan we een stukje mee? Heb ik gehoord. Ja. Kijk,
Ja. Ik zou nog even mijn donuts laten zien welke ik had gekozen. Oh, oh. En dat zijn deze. Ja, dus de donuts halen. En er was dus echt heel weinig over. Nee, geef maar. En er was dus heel weinig over. Toen zei de vrouw, ja, het wordt niet meer aangevuld. En toen liepen we net weer terug van de McDonald's. En toen was het dus aangevuld. Ik was bijna in de verleiding om nog meer te halen, maar dat heb ik niet gedaan. Ja? Is die van jou echt niet? Mag ik het terug? Oké, ik ben lekker thuis. Ik heb Jolor meteen op bed gelegd. Die vroeg zelfs of ze mocht slapen. Dus ja, ik ging meteen lekker in bed met een flesje. Ik zit lekker op de bank voor de tv. Ik heb echt zo'n lange dag gehad. Jolor, de standaardtijd is nu echt om 8 uur wakker worden. Dus ik heb ook geen keuze dan ook wakker worden en opstaan. Maar goed, het Nijntje Museum was echt top. Jongens, moeders, als jullie iets leuks willen doen, moeten jullie echt daar naartoe gaan. En vooral voor jongere kindjes is het echt gewoon top. En ik ga ook meteen de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer een hele superleuke vlog vonden. Ik vond het wel leuk. Ik heb er plezier in gehad om dit op te nemen. Want dit is gewoon wat ik wil laten zien. Dit is wat ik wil doen. Met leuke beelden schieten. Dus dat ga ik erin houden. Ik had veel motivatie. En ik hoop dat jullie het ook gewoon leuk vonden om naar te kijken. Super bedankt dus voor het kijken. Like en subscribe. Laat een leuke comment achter. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei vloggie.